Ik ben Victor Koekoek, ben geboren in Angola. Dat was ik vroeger als kind. Ja, ik was geen lievertje. Vechtersbaasje. Toen ik 14 natuurlijk was, toen zag ik een lustig Joop Kasteel. Ik dacht, ik wil het ook graag, maar ja, ik mocht niet. Mijn moeder vond het niks. Het is eigenlijk een lachgat eigenlijk mijn moeder. Ik vond het niks. Toen begon ik bij, zeg maar, bij Lex de Groot in de garage. Daar begon ik echt trainen en te knokken. Ja, Lex vertrouwde me direct blind. Hij dacht, nee, jij moet gewoon gaan knokken. Vanaf daar begon ik mensen in elkaar te beuken. Ja, toen wist ik helemaal nog niks van de grond. Ik was gewoon een knokker en een strijder en ik vocht gewoon vrijdag, zaterdag, zondag. Nou, je kan merken dat Victor het verschil is dat hij volwassener geworden is. Hij is er bij met zijn kopje, zeg maar. Vroeger was hij wild, onder controle, was losgeslagen. Nu hebben we hem echt goed onder controle. Hij is beheerser geworden, hij heeft goed overzicht. Weet je, en hij gaat gewoon serieuzer met zijn sport om nu. Vroeger zag hij dat als een bijzaak. En nu ziet hij het echt als een way of life. Dat is het verschil met vroeger. Gewoon goede afspraken maken. Weet je, wij zijn serieus. Wij steken de tijd in. Dus moet hij dat ook doen. Dus, en op die manier kan je gewoon echt goede afspraken nakomen. Komt hij dat niet na, dan, ja, dan houdt het gelijk op. We weten dat hij graag naar de grond wil. Een goede grondvechter. Daar is Victor nu op voorbereid. Hij heeft een goede worsteltrainer heeft hij gehad. Dus maar we proberen hem samen te houden. Dus we gaan kijken. Nou, volgens Victor in de eerste ronde. Dus ik geloof hem op zijn woord. We gaan knallen. Om mezelf gemotiveerd te zijn, ja. Niet te veel denken. Niet te veel denken. Het is gewoon trainen. Dus echt bizar. Het verschil tussen mij en andere vechters is, ja, als ik kom ik om te matten. Snap je? Ik kom niet om te knuffelen of elkaar lief aan te kijken. Ik kom te laten zien dat ik gewoon de beste ben. Oké, 27 mei, vergeet me niet, WFL. Hè? De comeback, minister Tiger is weer terug, snap je? Ik kom om te slopen. Het wordt een bizarre avond, wie het mist. Dat is een probleem, snap je? Ik kom om te slopen. Dus vergeet niet meneer, 10 seconden is terug. Oes, wat een absurde knalpartij. Oes!